Want vandaag de dag heb ik in ons land te vaak de indruk dat we het belang van onze fundamenten zijn vergeten. Dat we vergeten zijn dat een goed functionerende democratische rechtsstaat de waarborg is die maakt dat wij in vrijheid kunnen leven. Dat besef lijkt soms heel ver weg. En dat is geen verwijt, maar een constatering. En als ik eerlijk ben, begrijp ik dat deels ook. Want mensen willen iets of iemand pas verdedigen als ze het de moeite waard vinden. Als het ze iets kan schelen. Als ze een relatie mee hebben. En dat soort relaties wordt gebouwd op wederkerigheid. Jij bent er voor mij en ik ben er voor jou. Dat gevoel, dat lijkt verdwenen. Die wederkerigheid, die voelen we niet altijd meer. En die trots, die lijkt ook te vaak te ver weg. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de overheid daar een groot aandeel in heeft gehad. Want is het ver te verwachten dat mensen overtuigd opstaan voor de rechtsstaat? Als diezelfde rechtsstaat hen in de steek heeft gelaten. We zijn afhankelijk van elkaar en moeten dit samen doen. Want als die relatie eenmaal onder druk staat, als er eenmaal twijfel is over de intentie van de ander, als het vertrouwen niet meer leidend is, dan ontstaan er scheuren. Dan ontstaat een gevaar dat groter is dan het wankelen van de relatie alleen. Dan worden we niet alleen vatbaar voor boosheid, maar erger nog, dan ligt onverschilligheid op de loer. Dan verdwijnt de bereidheid om voor onze relatie te vechten. Om op te staan voor alles wat ons bindt. En dat is een risico dat veel groter is dan een verstoorde relatie tussen overheid en mensen. Want dan vormen wij geen blok meer tegen wat ons potentieel bedreigt. Dat kunnen wij ons niet permitteren. Er zijn namelijk krachten die heel bewust en systematisch onze manier van leven aanvallen. Door de hoeders van onze rechtsstaat te intimideren, te bedreigen en erger. Want juist de hoeders van onze democratie verdienen alle steun en erkenning voor de taken die zij uitoefenen en de waarden die zij verdedigen. Want wanneer wij terugdeinzen, doen zij een stap naar voren. Zij tonen zich weerbaar, maar ze zijn in feite kwetsbaar. Het is aan ons als samenleving om te laten zien dat zij niet alleen staan. Echter, te vaak staan we niet naast elkaar. Te vaak staan we tegenover elkaar. Terwijl wij, hoe begrijpelijk soms ook, teleurgesteld zijn in elkaar, tegenover elkaar staan of de moeite niet eens meer nemen omdat we onverschillig zijn, zetten we ondertussen de deur op een keer voor invloeden die ervoor kiezen om de verschillen alleen maar verder uit te vergroten. Er zijn politici die in moeilijke tijden alleen maar denken, hoe kan ik hier politieke munt uitslaan? Voor hen is schade toebrengen aan de democratie middel en doel tegelijk. We zien hoe ze langzaam alle instituties die onze democratische rechtsstaat vormen en verdedigen, in twijfel trekken. Het wantrouwen dat haast zorgvuldig en systematisch als een gif in onze samenleving wordt geïnjecteerd, maakt dat we bijna ongemerkt, stap voor stap, inderdaad minder trots zijn op onze vrije democratie. Inderdaad minder bereid zijn om ervoor op te staan. En zonder het echt in de gaten te hebben, wordt aan de fundamenten van onze democratische rechtsstaat geknaagd. En wij? Wij laten het gebeuren. Die wederkerigheid, die we niet meer lijken te voelen, die zou ik zo graag terug willen. We zullen het namelijk nog heel hard nodig hebben om alle grote maatschappelijke uitdagingen van onze huidige en de komende tijd het hoofd te bieden. Want wij moeten het tij keren. Compromisloos en vastberaden al onze verworvenheden beschermen. Dat is de enige manier om Nederland een mooi en veilig land te laten zijn. Met vrijheid voor iedereen.